Goeien en welkom vanuit het Mediacafé van Omroep Friesland. Joert kiezen wij een nieuw provinciebestuur en tagelijk verzels ik de keerstalling van de Eerste Kamer. Aan tafel drie Friese journalisten die de provinciale politiek intensief volgen. En hier om je rug te gaan is Goos Bies van het Fries Dagblad. Ja, wat weer voor jou nou het meest opvallende moment uit de campagne van Aurentiet? Nou, het meest opvallend. Ik zag een viral van de SP langskomen. En dat vond ik wel grappig in Franeker, waar ze een blik gooien tegen het kabinet. En ze waren heel enthousiast over hun campagne. Maar ik zat het filmpje te bekijken. En dat was een jongetje van 12. Dat was een blik gooien. Oh. Nou, ik denk, die mag helemaal nog niet stemmen. Dus, en toen was het filmpje afgelopen. Ja. Nou ja, goed. Ja. Willem Bosma, Ljouwt de Krant. Ja, al hier een volger van de provinciale politiek. Is het oors nou de PVV maaidocht? Ja, het is vooral oors omdat de PVV Garing maakt het nice zetels in de Eerste Kamer. En daardoor krijgt de discussie een volle meer een landelijke lading. Alle partijen die stellen het defensief op. Defensief? Zijn de PVV of, om te voorkomen dat, dat die partij groot wordt, want er is een algemene aukar van die partij. Hmm. En zij zet in op de Eerste Kamer en loeken daarbij een wat wij in de kranten nemen, de kaart van het chauvinisme, zeg maar. Dat dienen die andere partijen en ik. Dus daar ben ze wat van in de war. En ja, dat jouwt een extra dynamiek. Ja. Wel een dynamiek. Ja, ja, dat is, het is oors als oors in elk geval. Ja. Hajo Bootsman, collega verslagjouwer Omroep Friesland. Ja, heeft er nou het idee, dat is het heel op paad, dat de provinciale politiek libbert? Nee. Nee? Nee, absoluut niet. Het is de Eerste Kamer, Willem neemt het al, dat het nou wel een hele belangrijke rol spelen. De vraag is ik, en dat het landelijke politici ik heel duidelijk naar voren bracht, ben je eens voor of in het kabinet? Dus provinciaal speelt er een heel soort. Ik denk, en dat is misschien wel heel spietig, dat het toch een ondergeschikte rol spelen had bij deze verkiezings. Ja, heb je hem dat idee ik? Ja. Dat de provinciale politiek wat ondersnijdt? Nou ja, dat is altijd zo. Maar het is nu ook gewoon een feit dat de Eerste Kamer veel belangrijker is eigenlijk dan wat er provinciaal gebeurt. Dit hebben we niet vaak gehad, dat een kabinet zo'n kleine meerderheid heeft. Nee, maar is het eigenlijk net een goede zaak? Want er is wel in elk geval omtinken voor de politiek. Ja, dat kist zeker vanuit de partijen zelf, jongen, is dat wenst. Maar het verhaal over de landelijke verkiezingen, dat gaat over het grote verhaal, over Erem en Riek, over hoe wordt het land inrichtje. En de provinciale politici hebben maar over een heel iets gebied daarvan wat te zeggen. Ja. Dus dat sluit net op elkaar om. Nee, het gaat op landelijke toer gaat het over inkomens en grootschalige hele andere items eigenlijk, ja. Ja, er hebben een heel soort debatten beste oude weken. En juster kon je zien uit het afsluitende debat bij Omroep Friesland. Ja, eerst nog even een vraag aan jou, Goos. Waarvoor zou de beste eigenlijk van nou, die beters? Ja, nou heel verrassend. Hans Konst, zoals we hem niet kennen. Hij was heel erg goed op dreef. Had iedereen tuk. Ja, als hij de kans kreeg, ja, nam hij het woord. Nou zien we het heel toevallig, ja. We hebben daar een filmpje van klaarstaan. Zeg even een stukje van Hans Konst. De PVV docht net mooi om Friesland. De PVV docht mooi om dit kabinet aan een meerderheid in de Eerste Kamer te helpen. Ja. En het beleid wat dit kabinet verstiert, dat vind ik ongelooflijk slecht en zwak. Dus daar wil ik de PVV hier, ik wil op ouderen. Ja, het is heel simpel. De PVV heeft er net voor Sietse Muike, die heeft er voor Geert, Maxime en Mark. Daar komt het op dat. Ja, ik kreeg er ik applaus voor. Willem, daar heeft het debat ik nog zien op televisie. Wie kon ze goed aan de gang? Ja, ik vond hem van een niveau dat ik al net eerder bij hem zien hier. Het hing het verzeld ik wel een beetje over waar wegkomst erin. Maar hij houdt het kwad en kernachtig. En dat weer een kwestie van punten, maatje. Ja. Hier met echt heel goed taret hierop. Dat koest het heel goed vernemen. Hij had witten, maar wat hij in de arena stier. En de had er een op taret. En dus hij koe inhoudelijk mooi hele heldere kwarte statements. De goede one-liners hier, Demma koe er heel gauw een punt, maatje. Ja. En dat wie wel een oren kon ze dat we in het begin zien. Want ja, wat wie dat dan? Het eerste debat, daar wie hij vrij kleurloos. Hij kwam nou, vol iets in wudden, maar nou ja, een punt, maatje, nee. Hij is heel nuanciair, hè. Je gaat vaak voor je niet net in de materie zit, gaat het bij Dokkum om. Hm.
En dat is in een campagne risico. En dat, ja. Dat, daar hebben we nog helemaal geen, geen sprake van. Valt er dan nog wat te winnen of te verliezen voor die politici, Goos? Nou, daar is iedereen het eigenlijk wel over eens. Je kunt misschien een zetel winnen, een zetel verliezen. In de campagne, regionaal. Dus het is, ja. Maar goed, dat telt wel. En vooral in zo'n debat kan je een zetel verliezen. Je kan. Is de overtuiging ook van die lijsttrekkers. Ja. Je kan het fout doen, maar mensen overtuigen, dat is heel moeilijk. Ja. Ja, iemand van GroenLinks kan een SP'er, een stem van een SP'er winnen, maar zal nooit de stem van een VVD'er nee, Winderik verliezen ze eigenlijk. Als het verkeer doet, kist wat verliezen. Ja. Ja. Er kost een FNP-sjen, die wint de Tsjerkse centrale as, dat is niet de Tsjerkse die al ze daar zitten mee won. Dat stond in week vrij helder, het stiert. Net in het verkiezingsprogramma van de Steerten, wonderlijk genoeg. En Juste Joen in het debat zei ik dat alle partijen hebben wat over de centrale as zijn. Maar dat had een skoftje in het debat on the weather west. Maar dat heeft de FNP net. Ja, dus kennelijk binnen die bang om in Noord-Oost-Friesland, dat is mijn, voorlopige conclusie daaruit, ja. Om haar daarom te banen. Wat sinds het sterkste deel dus maar succes ondoorden. Ja, die dat krijgen dat ze dan ook net. Dat blijven we ook. Ja. Ja. Nou, we hebben heel volle debatten. Ja, jouw... ja, we hint er al om, maar komen er dan ik mensen die net geïnteresseerd zijn in de politiek? Of kerst al die mensen die te komen, omdat ze bij zijn volle komst? Nou, wat mij opviel bij het allereerste debat, dat wie net als mij Orde de Mandy in de bibliotheek van Jerry Vingen, daar wint toch best wel een soort mensen die het net in te trein wat met het politiek te krijgen had. Dus daar slag er het wel. Het debat van de Tjerk en ik, daar kwam ik nog wel een soort mensen van boeten oren interesseren. Maar het allereerste debat, het VNO-NCW-debat. Dat wie een eindelijk maar de meesten van VNO-NCW en een hele hoop politici. Dus dat bindt de direct belutsende. Ja. En op een wie dat vroeger ik zag? Vroeger ik zag. Ja. Willem, ja? Ja dat is net zo vallen verloren. Nee, het is van een part is het partijkader dat erin gaat. Of wat de Fietsersbond hier in debat, de boeren hebben een debat gehad. Dat is juist bij de ene is juist fietsers en bij de andere is het boeren. Heel verrassend. En dat is voor gewoon partijen, die spelen dan echt tussen. En de andere partijen hebben we dreiger, maar die zetten er ook minder energie in. Want ze weten wel wat er in de zeel zitten. Ja. En er zit heel veel achterban. Maar goed, ze zijn puur afhankelijk van wat wij als media ermee doen. Of puur afhankelijk, maar goed. Het gaat ze niet om die 200 mensen daar. Ze hopen echt dat de krant langskomt of de televisie of de radio. Dan bereiken ze de kiezers. Ja, ja we hinten er al eerder even niet hoor. De PVV die docht voor het eerst mij onder steerteverkiezing, zeg ik in Friesland. En de eerste moskee die moet nog bouwd worden in wat is Friesland. Maar toch is de onhing van de PVV in deze regio groot. Het wordt een skofke, maar heel januari maken Wilders zelfs de lijst van de steerteverkiezings bekend. Als ras-echte Fries staat hij te popelen zich in te zetten voor een duidelijk beter Friesland. Wat is nou voor Jim in Friesland het wichtigste? Nou, vooral dat wij onderscheid maken willen en dat wij het en daarmee bedoel ik dat wij dus luisteren willen naar de burger. Dat wij eerbesteden wat de burger vindt. En dat wij vooral, dat is denk ik een van de sterke punten van de PVV. Dat wij nou eindelijk eens een keer sissen wat de burger denkt. De PVV richt het in Friesland met name op Haas. Ze binnen het zender afval verbanen van Omrin en hopen hiermee ook stemmen te winnen. Wij zullen ons in Den Haag inderdaad hard maken dat die verschrikkelijke afval over dan niet komt. Ik hoor dat veel mensen hier ook vinden van Harlingen moet naar zee ruiken en niet naar afval. Ja. Er zijn nogal genoeg afvalovens in Nederland. Mag ik u een flyer aanbieden? Dat is mijn partij niet, heren. Nou, dat is ook wel. Dat is ook wel. Eerst toch teugen de afval over. Ja, PVV op campagne in Haas. Haio, daar hebben ze wel een regionaal item te pakken, die afvalverbaringsoven. Ja, nou nee, daar heb ik geen regionaal item te pakken, want de steden die hebben neer tot de sissen. De steden, ja, de PVV maait aan zijn muziek in de steden om daar een uitzeller in te zingen, dat die vergunning inloopt voor de maat. Geen schijn van kans. Het is kiezersbedrog als je dat wordt in de moeder nemen willen, want ze kinden niks in van. Dus dat ik zou willen. Ja, en ze hadden niks door de seizoen. De provinciale steden hadden hinder al neer door de seizoen. De deputaire steden met de vergunning, ouwe Jan. Of ze dat nou leuk vinden of net. Dat die oven sprek en leik in milieutechnisch jongen. Maar dat is krek wat deze partij docht. Die griept in op als mensen ergens frustreren over binnen.
In Haas hoe de onhing moest groot worden kennen wat dat betreft? Dat zou best kennen. Die week al boppen gemiddeld bij de Kamerverkiezingen. Haas heeft wat een fluctuerender kiespubliek als Trosting in Friesland. Maar zij spelen in op sentiment. En dat doen ze kennelijk wel vakkundig, want ze hebben landelijk een enorme slagslag. Ja. In juni. Is er, want je volgt alle partijen, dus ik de PVV. Het de PVV aansluiting bij de andere partijen? In de provinciale steden? Nee, er is geen aansluiting. Sjoerd Galema zei gisteren wel van. Het PVV benoemt tenminste wat er speelt in de maatschappij. Maar dat vind ik dus juist wel komisch, want het zegt Max Adema voortdurend. Wij zeggen wat de kiezer denkt. Ja. Maar dat zeggen ze helemaal niet. Ze draaien voortdurend om de hete brei heen. Hij zegt nooit van. We zijn bang dat buitenlanders onze baantjes inpikken. Dat hoor ik hem nooit zeggen. Ik heb hem ook geïnterviewd en ik zei: wat is nou. Waar onderscheiden jullie je mee dan? Ja, de windmolens, dit en dat. Nee, daar gaat het helemaal niet om. Ze zijn angst voor islamisering. Dat is hun standpunt. Maar ze zeggen het niet. Ze creëren haar eigen brekpunt. Hè? Dat Otto von der Galen zei op het debat op het Jerevingen. Daar maakt hij bekend dat het een brekpunt is dat er holdoekjes komen. Dat ze dus dan net regeren kunnen in Friesland. Mooi CDA, Partij van Arbeid. Zij creëren hun eigen brekpunt. Want is dat überhaupt een issue straks? Ja. Dat is dezelfde vraag. En had je dus zin van we willen naar die machta. Ja, het is vanzelfs onderhandelbaar. Ja. Dat hele landelijke pensioen wil dus in de WO en de AOW-discussie. Ja, maar nou brengen zij al je thema's in. Verneem zo dan, ik wil hem dat oren dan PV dot populair. Het door populaire onderwerpen dat oren partijen ik provinciaal daarop inspringen. Nee, dat is misschien ik maar beter van net. Ze binnen bij de PVV bang voor islamisering van de maatschappij. Ze hebben een sterke aanhang in de Westerrijn en omgeving. Daar is de wereld van het Tsjerkennootschap. Maar ik dacht zelfs een Mormonen-Tsjerk in het dorpstier. Ja, maar ging moskee. Ik denk dat die mensen daar het helemaal niet erg vinden zonder dat er nou een moskee bij komt. Dat is al zo'n bond dorp. ze loeken die kaart dus net. En wat de partijen, oren partijen, wil doen, is het publiek herinneren aan de onverdraagzames, tsjenoer, boetenlanders, die de PVV landelijk had. Ja. Ik denk dat heel verstandig is, want dat gaat zo om de Senaat. Ja. Je neemt nou het volgende onderwerp, want dan hebben we het belang van de eerste keer, maar werd het al jeder hierin. Er is heel volle sign over het eerste belang van de eerste keer maar in de verkiezings. En het gaat er dan om dat het kabinet van CDA en VVD, Mike Doosten van PVV, een meerderheid in die eerste keer maar nodig heeft om nieuw beleid ik echt trots te vieren. De landelijke politieke kopstikken lieten haar dan ook geregeld zien in Friesland, maar voor zelfs mooie beloftes en goede woorden van de regio. Mijn intentie is het om de zoutwinning volledig te laten plaatsvinden van onder de zee. Daar zal ik ook bij de komende vergunningverlening zeer serieus naar kijken. Ook kijken welke opties er zijn. En ik ben ervan overtuigd dat er voldoende mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld de winning, de voorziene winning in Slappeterp, om die niet te laten doorgaan. Ik heb dit al een heerlijk stuk. Ik ken het al lang, hoor. Zoek je wel. Wat brengt u vandaag naar een wijk als de Wielenpolen? Nou, dat is het zijn de wijken die met name ook door het vorige kabinet op de voorgrond zijn geplaatst, omdat daar wat moest gebeuren. En ik wil nou ook zien wat er hier gebeurd is. En als ik dat zo zie, dan denk ik dat ook de investeringen die er in deze wijk gedaan zijn, dat die ook echt hun rendement krijgen. Ja, dat wie Cohen, Goosbies, landelijke politici die maken cadeautjes komen voor de regio. Is dat grut nice voor de kranten? Grut nice net, maar als het... Nee. Ja, nee, we memoreren het natuurlijk wel even als het ook echt waarmaken. Maar ja. Goed, het belang ligt toch bij de Eerste Kamer. En dat zegt de PvdA-leden zeiden dat ook. Van stem op ons, want dan kunnen we misschien de bezuinigingen landelijk nog keren. Ja, ja. Zeggen de regionale statenleden, kandidaat-statenleden van de PvdA. En dat je heel goed luistert naar wat Maxime Verhagen zei. Maxime Verhagen die zei dat hij de notiënt wil of hij die vergunning voor die winning, nou ja, misschien wel net Aljank in. Hij zult een Shen. Dus ja. Hij zei het net dat het gebeurt. Hetzelfde wat hij mooi Wetsers zei. Hij zei van Wetsers, ja, we zullen een Shen. Het klinkt heel leuk, maar concreet wordt er nergens. Dus CO2 had er CO2 meer op lijn. Ja, dat is echt een electorale move. Hmm. Zeg van, nou laten we dat maar... Ze hebben een plaatsje om CO2... vraagstuk dat zij zelf benemen om aan te pakken.
En dat valt er in ieder nut. Dat is net inhoudelijk dat net te volgen. Nee, nee. En ze winnen bang voor een sof bij de steerverkiezing. Ja. Ik is niks oors van mij. Ja, ja. Dat is die indruk daarvan. Ja, dan hebben wij het ook over landelijke thema's. Je hebt Oudoen of jou, die zelfs volgen op de voet wat er al je gebeurde. Wat zijn nou de belangrijkste provinciale thema's, Hajo? Waarom hier in de meeste kiezen motten eigenlijk? Nou ja, een van de laatste thema's die het echt van belang wie dat wie de Wiemoenen. De Wiemoenen in de provincie. Hoe groot mooi ze worden, we met ze steen. Ja, dat is op zichzelf een heel mooi provinciaal thema. De megastal. Nou ja, dat hij ze nou oerverkiezing zinnen tilt. Dat vind ik wel een heel mooi item. En wat ik vond dat in de campagne net heel duidelijk naar voren kwam. De bezuinigings voor de komende tijd in de provincie. Die de provinciale steden dat ze toch op besluiten moeten. Ze hebben minder geld. De mat bezuinigen worden. Maar ik heb in de campagne kwalijk wat veromschoen over hokke keuzes ze meidje. Ja. Ja, wat toch die provinciale bestuurders en politici eigenlijk zelf erom om de provincie wat meer bij de mensen te krijgen. Nou, dat is op mezelf wel in de water. Ja? Het is een hele dwars door de partijen binnen de mensen volledig dwaande met de vraagstukken dat ze zijn oren in. En ja. Ze kennen er vaak net zo vol aan dwan, omdat ze met hun handen voeten aan dingen bom binnen. Wat mij opvoelt is dat het 1,2 miljard is het leuk nu aan geld dat op de bank staat, dat er net één partij wie die dan een financiële paragraaf besieken te maken van dat zullen we ermee doen. Dan krijg je er, als er goed die erin verdiept is, krijg je er wel een idee van. Maar het is hier best een item wijzen kan. Ja. Van hoe jouw het geld doet en wanneer. Dat zouden ze VVD die zouden hebben toe? VVD en CDA die hebben er wel een paar keer. VVD wil banen creëren, CDA wil geld uitgeven om de krimp tegen te gaan in Noordoost-Friesland. Maar dat werd net botten concreet. 10,5. De binnenwolven wat CDA was redelijk concreet. Ja. Maar goed, CDA wil daar gewoon een grotere greep in doen dan het PvdA. Ja. Die tegenstelling was maar het CDA vergt over de partijen net van vertel je hem dan eens weer het heen en met of zo. Nee. Dus ze loeken het net als item, ze bot niet voor. Nee, dat hebben ze verzuimd. Ja. Het heeft Galen maar wel geprobeerd. Ja. Nou, zien dat bij Tialf biedt Liesel dwank in. Want Tialf had wel echt een issue geweest. In de campagne, daar hebben ze wel geregeld toe debatteerd. Dat CDA, is wat Goosik zei, die hadden geregeld toe zo van, nou ja, nu al geld. Dat kinderen mooi instutten worden. Plus eventueel een goede bijdrage van het Riek. Ja. Ja, andere partijen die... Ja, die binnen toch wel scrutine geweest. De PvdA heeft gezegd, in het bedrag weet ik niet, maar die is voor renovatie op de huidige plek. CDA wil nieuwbouw, maar toch, ik geloof maximaal 15 miljoen. Maar ja. Ja, dit zijn al je zaken, hè, die zeg maar in die campagne spelen. Maar dan is er ook nog een gewone zeg maar, politieke realiteit op het moment dat er geen verkiezingen binnen. Wat wie nou de dossiers wat je van zei, de oude notiet, van ja, dat wie interessant. En dat rekken de meesten, ik echt, die besluiten die het nog binnen. Centrale as hebben we al natuurlijk. Ja, centrale as, ja, en draaijacht in, die ik van Dracht naar Drentse Grains. Ik wil een verhaal dat de meesten een heel bot rekken had. Ja, toch, ik weet die Wiemoen, bij Maatse Steen. Dat het ik. We hien Santje of Njontje insprekers bij de Statencommissie. Dat het ze hinder een oer van hier rommen. Dat het nevens mij een draai oer worden, alle insprekers. En dan leeft het ik echt. Dat leefde echt heel behoorlijk, ja. Van links tot rechts. Maar dan is het ik bij de belutsenen. Witte oren dan wel dat zeg maar onderhaan is? Nee, maar dat is tot op zekere hoogte werkt het politiek voor zelfs. Ik zei dat mensen niet stemmen maaien. Zelfs vrij binnen om thema's te volgen als net. Ja. Openbaar vervoer, dat is voor een heel soort mensen die het nooit door het beginnen of die een auto hebben, is dat geen item. Voor andere mensen hing het er alles van over. Maar ik verhuur ze juist net. Ja, dus en dat is dus bij de professie dan hoe geert. Ja. 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 Nou, dit daar in feite de onrendabele top hield dit meer onzuiver iemand. Ja, ja. Ja. Ja, de provinciale politiek, die doet er ik alles om die in die campagne Shen te wijzen. En zo winnen ik mooie spotjes, of in ieder geval spotje te zien op televisie. En ik heb de spotjes in een minuut ongeveer ietsje minder op een rietje zet. Ik ben Sjoerd en ik ben Gretske Friesland. Ik jou en ik jou in Friesland. Jo, ik. 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 Paul van Friesland. Wie is mijn Friesland? PvdA. 12 maart, stem FNP. Stem daarom op 2 maart GreenLinks. Dat zijn de keuzes van de VVD en daar gaan we voor. VVD, zeker nu. De partij voor alle inwoners van de provincie Friesland. De Partij voor het Noorden is voor de bouw van een heel nieuw Tialf. CDA, leest in je, beter van Friesland.
Ja, dat winnen eigenlijk alle spotjes met je Finnekoe in uw bestand. Hij helpt, helpt dit? Nou, het laatste van Sjoerd Galema, ook dat zat bezig. En dan denk ik van nee, dat helpt net. Want ik vind hem net heel, heel zeker, heel sterk oekom. Hij spreekt net echt heel goed in. Ja, zus dan het spotje van de VVD, dat is gewoon landelijk, dat is gelikt. Ja, provinciaal belang, dat spotje, ik, ja, een beetje amateuristisch. Dus ja, is dat misschien ook wel een beetje leuk, dat het wat, ja, wat knoterig is? Leuk, maar je mat er toch. Ja, vind je dat leuk, dat het wat knoterig is? Ik vond GroenLinks-spotje trouwens heel mooi maken, zeg maar. Dat weet ik wel een uitocht, kennelijk, maar dat zal en ik wel... Jiltkosje? Zal ik wel een Jiltkosje. Dan krijg je wel van elke partij toch wel de sfeer waarom die is te verwachten. Ze lieten wel zien wat ze binnen. Wel redelijk echt, maar het helpt vanzelf niks. Als, nee? Ik zei juist een boer van de VVD, subsidiekranen mogen niet lekken of worden van die strekking. Dan tik ik onmiddellijk van, ja, dat is mijn krek. Wat de subsidie voor is bij de VVD, denk ik dan bij mezelf. En dat zou ik net zo vallen. Het is reclame, hè? Ja, het is ingezielig. Ja. Nou, maak je nou zeggen naar dat spotje van de Partij voor het Noorden, dan Anders de Jong. Nou ja, ze willen stem winnen van Friesland. En dan doe je dus een spotje bij Tialf in het Hollands. Dat vind ik onbegrijpelijk. Ja, ja. Dat is, dat denk je dus net goed en naai. Ja, maar meer dan de helft van de Friesen heeft Nederlands als eerste voertuig. Ja, maar als je de Partij voor het Noorden, die had al mooi, die had al onder kont dat zij Friesland opdelen willen. Dat ze Friesland kwijt willen. Ja, Friesland opheffen, hè, in een noordelijk landsdeel. We hint even hoe gaan, maar laten we dat nog even de revue passeren, litten. Want dat had eigenlijk een behoorlijke rol spelende Auroen Wieken. Is Galema van de werkdelingskwestie, het waarom kwam uit naar Zeeland midden in deze tijd, had het hem goed in of juist net, Willem? Ik denk dat het hem pleegt, dat het hem geen goed in had. De binnenmensen, denk ik, die denken van dat is de stittingen, hè, en die man maakt het niet eens wat er graag zezen wil. De gemelk of de politicus, ja. En dat ken ik, dus type vergrutje. Ja, ja. Krijg wat moest je dat je nog een goos? Ik denk dat hij er eerder profijt van trekt dan dat hij er nadeel van heeft. Mensen kennen bijna geen provinciale bestuurders. En deze man die krijgt bekendheid. En een deal vindt toch van, ja, die zegt tenminste wat hij vindt. Dat willen ze juist graag. En verder viel het toch moeilijk uit te leggen aan de mensen. Dus ik denk dat hij hier alleen maar eerder een paar meer stemmen dan minder. Dat is een beetje krijgt. Van negatieve publiciteit is ook publiciteit. Ja, maar voor hem persoonlijk was het niet zo negatief. Nee, dat denk ik net. Alleen nog, hij hier dat nog volle hudde spiel ik in. Hij hier wel maar een gestrekte voet in ging in. Hoe dan? Hij is twee keer is hij op motje op hem. Altijd je het om die werkindeling. De eerste keer dat hij aan Janne Waris. Had hij daar, dat je toen de werkindeling de Friese Meren. Had hij daar heel hut de zaak spelen hier. Ja, dan hier hij misschien nog wel sterker stingen. Hij is toen al een beetje muilkorf. Want hij hier toen ik uitspraken hier in Oerde de Friese Meren. Had hij toen Sony van, nou ja jongens, stuur me dan maar voort. Dan hier de hand vrij hoor. En dan hier nog volle duidelijke zien standpunten voor hem brengen. Maar het CDA standpunt door werkindeling verder hij zo duidelijk waar. Dat weer net zo duidelijk. En dat die oude partijen hier dan al wel het paard mee vond, denk ik. Kijk, maar als je... Nou, je liet je nou vol de moelen snoeren. Ja. En het wordt hut, is ik net altijd zo van tapassing, hè, op de provinciale politiek. Echt hutte politiek. Vaak tuiken. Nog even, want je mocht even Mayim Paul op tafel. Je hebben namelijk als journalisten voorspeld, hè, hoe de verkiezings uitvallen zullen. Nou komt dit op tape, dus dit kennen we al hier nog een keer weer omzien. Wie had de cijfers nog paraat, Hajo? Waar werd de grootste partij in die voorspelling? Was jij op mijn grote vierde vinger, dan denk ik dat CDA de grootste wordt. Daarachter gewoon het CDA. En dan de CDA en dan de PvdA, denk ik. CDA, Partij van Arbeid. Ja. En ik denk dat er achter de VVD komt, FNP. En daarachter onder de PVV. Ik denk dat 50PLUS het net opreedt. En Provinciaal Belang krijgt, denk ik. ChristenUnie die zal misschien niet verliezen. En ja, voor de rest is het een beetje... Deze al 60? Is die al... Ik denk wel dat die het opreden, dat die in de steden komen. Maar ik denk dat Vrienden Lofs het net helpt. Okay. Even snel, Goos, Do. Ja, ik heb een nek-en-nek race. Dus CDA en PvdA was heel belangrijk wie de grootste wordt. Ja. Ik denk toch CDA net gaat rennen. Ja, toch? Ondanks de landelijke... Tastan niet te binnen. Ja, ze verliezen fors, maar PvdA ook. Ja, hoewel PvdA is weer een beetje aan teruggekomen. Hoe groot wordt de PvdA Friesland? 3 hooguit. Want we hebben FNP ook nu. En Willem Doog, rusten? Ik denk dat de PvdA het krek wint. Hij is niet een keer eerder, dan is het nu 87. Omdat het CDA er gewoon beroerd voorstier doet, maar dat congres. In Friesland stien ze er min op. Zien bij de tweede keer mijn verkiezing, ik grut verlies ik in Friesland. Maar dat is heel spannend worden. Het is heel spannend worden. PVV, Trajus Fjouwer. Oké. Nou,
We zullen na jongens en hoe het uitpakt. Ja, dit weer het journalistenforum. Bedankt alweer dat je hem je mij dien hebben. En het wordt een hele spannende joen. De stembureaus die sluiten om 9 uur. En je kent de uitslagen de hele joen volg je op zowel radio, televisie en internet. Ik zou zeggen, een hele noffelijke joen verder.